museum die wil graag energiek overkomen. En hoe wij dat terugzien, ik heb jullie meegenomen naar deze locatie. Hier heb je eigenlijk een algemeen beeld van het hele museum. Het is van de luchtmacht, landmacht, marine, eigenlijk alles door elkaar. Ik denk dat je daarom een energieke opstelling krijgt. Je weet eigenlijk niet waar je als eerste wil gaan kijken. Nee. Heel energiek, omdat er heel veel dingen te doen zijn. Kom maar mee. Bijvoorbeeld dit. Hier kan je een vliegtuig mee. Nou, ten opzichte van de oude musea, dan bedoel ik het legermuseum uiteraard en het oude luchtvaartmuseum, is het een totale verbetering. Het is niet alleen een combinatie waardoor de bezoeker geconfronteerd wordt met twee verschillende krijgsmachtdelen, maar ook ja, qua ruimte, de mogelijkheden om alles te etaleren, de uitleg. Niet te vergeten met betrekking tot de jeugd, het interactieve deel wat er ingekomen is ten opzichte van de oudere musea. Ja, ik vind het een perfecte verbetering. Dank voor het hier al goed bent, goed als die paard van je geboren. Ik vind dat het Marine Museum een leuke weergave is van de marine. Goede combinatie van spanning, van avontuur, van geschiedenis en van techniek. En met name ook het interactieve gebeuren met de bezoeker. Nou, er is hier heel veel te zien en ook heel veel te doen. Dus het is heel spannend en voor jong en oud heel veel. En er zijn leuke workshops te doen voor kinderen. Ik kom heel energiek over, bijvoorbeeld door dit, luisterdingen met een filmpje erbij en teksten. Het is heel leuk om overal naar te kijken. Het museum presenteert zich buitengewoon interactief, zeker voor de kinderen. En ook de geschiedenis wordt prachtig in woord en beeld tentoongesteld. 1, 2, mars! Dank je. 1, 2, mars! 1, 2, 3. Vind je dit museum energiek overkomen? Jawel, maar er zijn wel heel veel poppen. Vind je die poppen niet leuk dan? Ja, niet echt, maar het is ook wel weer interessant hoe wat voor kleding het was en zo. Het museum wil graag energiek overkomen in de opstelling. Dat zie je zeker terug, met name in die scènes waarin ook paarden zijn gebruikt, of je ziet de zwaarden, waarin je een voorstelling kan maken van de activiteit die plaatsvindt. En als ik dan toch een tip mag geven, is het leuk om daarbij ook een verhaal te vertellen van wat je nou eigenlijk ziet, wat er gebeurt. Want je moet wel veel kennis hebben, denk ik, van het werk van de marechaussee om precies te begrijpen wat er gaande is. En als je dat niet hebt, dan mis je wat. Maar het is wel leuk dat je allemaal dingen aan kan doen. Want ja, dat geeft je wat meer een gevoel en dat vind ik wel mooi aan het museum. Wow, ik zweer, hoe kunnen mensen hierin leven? Het museum heb ik zien groeien. Van een, ik wil niet zeggen ingeslapen, maar wel van een rustig museum. En er zijn nu veel meer activiteiten ten behoeve van de kinderen en om de kinderen dingen te leren. 8, 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 8. De presentatie hier is heel veelzijdig en er zit van alles in. Het is heel interactief, zeker de vloer voor kinderen. Er is een speurtocht over combat trekking. Aan mij als combat trekker van het Corps Mariniers is gevraagd of ik de politie wil helpen bij het vinden van deze gevangenen. Mijn specialiteit is dan ook het kunnen volgen van sporen. Kom maar met me mee. Kun jij raden van wie de spullen zijn? Trek een lijn tussen het voorwerp en de persoon die jij denkt dat het over is. Heel erg actief. Ja? Ja. Deze puzzels hier en ook daar vind ik heel erg leuk. En de films zijn stappen, heel spannend.